Landstede Basketbal heeft op eerste paasdag een goede overwinning behaald op Ares Leeuwarden. Aan het eind van de wedstrijd, die de Zwollenaren van begin tot eind controleren, staat er een 88-66 eindstand op de borden. De aanvangsfase is nog wat stroef. Beide ploegen grossieren in turnovers. De scorers aan Zwolse zijde komen alleen van center Noah Daalman. Dan wordt het kwaliteitsverschil snel zichtbaar. Terwijl de Leeuwarders blijven worstelen, staat het Zwolse vizier ineens op scherp. Ralf de Pachter en Jordan Gregory halen snel en genadeloos de trekker over. Weerwerk vanuit Leeuwarden volgt wanneer Jeroen van der List het veld betreedt. Met zijn lengte en fraaie stijl is hij een gevaar voor de Zwolse verdediging. Aanvallend dendert de Landstedentrein intussen door. Olaf Schaftenaar toont zijn specialiteit en Jordan Gregory laat zien dat hij niet alleen goed kan schieten, maar ook goede assist kan geven. Freek Vos profiteert en het is na 10 minuten spelen 22-12. In het tweede kwart schieten Olaf Schaftenaar en Sharon Dorsey-Walker drie punters raak. En de passes van Nigel van Oosterum op Franco Haus en Noah Daalman zijn minstens even fraai. Ares Leeuwarden geeft een aanvallend tegenwicht via Jeroen van der List en via Niels Bunschoten, die van heel ver raak schiet. Niet veel later reageert Jordan Gregory namens de thuisploeg. Hij schiet een drie punten door de ring. Bij rust staat 45-29 op het scorebord. Na de thee start Landstede weer wat slordig. Het momentum ligt even bij Ares. Herman van der Belt overweegt een time-out, maar dan schiet Jordan Gregory opnieuw een driepunter binnen. Van der Belt wuift de time-out aanvraag weg en Mike Schilder en Olaf Schaftenaar schieten nieuwe driepunters door de ring. Het tempo gaat omhoog en de schotaccuratesse neemt toe. Twee driepunters van Jordan Gregory en eentje van Mike Schilder illustreren dit. Daarvoor klapt het publiek, maar datzelfde publiek juicht omdat Freek Vos coast to coast gaat en voor 71-47 zorgt. In het slotkwart is het allemaal weer wat slordig. Een drietal Leeuwarden driepunters bezorgen de Vriezen de minimale winst in het slotkwart. De laatste score is na een assist van Mike Schilder voor Freek Vos, die de 88-66 eindstand op het bord zet.